taking it low! Ladies and gentlemen, this is welkom to Eurostar. Hey! Wij zijn Anne en Puk van Kook TV. Van de Kook Fresh Chicks. En we zijn vandaag in het prachtige, winderige Den Helder. Ja, wij gaan namelijk iemand verrassen. Namelijk niet zomaar iemand. Nee, Arjan. Arjan die is echt super mega fan van treinen. Ja. Hij speelt met treinen, hij eet, droomt. Met treinen. Speelt alles. Met treinen. We hoeven niet alles te weten, maar hij doet in ieder geval veel met treinen. En hoe sick is dat? Want hij werkt ook nog bij modelauto's en treinenshop. We doen alsof we van No Train, No Gain zijn. En wij gaan hem meenemen op de eerste directe treinrit van Londen naar Amsterdam. Wie wil dat nou niet? Nou, ik wil dat eigenlijk niet, maar laten we het... Nou, mij lijkt echt super vet. Wij gaan het doen. Kom, we gaan naar binnen. Ik hou niet van wat tunnels. Hallo. Wij zijn op zoek naar een nieuw modelletje eigenlijk voor onze collectie. Ja. Arjan, ik denk dat jij deze mensen wel even kan helpen. Ben jij de treinspecialist, Arjan? Je weet alles van treinen. Ik weet een hele hoop van treinen. Ja? Oké. Nou, neem ons mee, want ik ben namelijk op zoek naar een trein en die heet G3725G Startset. BR80? BR80. Dat is vet. Oh. Ja. Kijk, dit is gewoon de echte Coca-Cola trein. En onze naam staat er ook op. Ja. Nee, toch niet. Nee, toch niet. Ja, maar Anne en ik verklappen altijd alles. Ja, wij zijn, dus heel zijn een beetje onhandig. Ja. Als je met ons mee wil, dan heb je wel echt een te gekke dag. En nacht. Morgen. Dat geloof ik. Ja. Mag je met ons mee, hè? Durf jij met ons mee te gaan, Arjan? Ja? Mogen wij hem lenen, Marcel? Nee, ja? Mag je ook al. Ja, ook al. We zijn hier nu bij... Ah, nee. Even de andere kant, toch? Amsterdam Centraal! Kom maar lekker in! Gast, hij is enthousiast. Nou, we zijn er. Je weet nog niks van de verrassing dat je ging doen. Wat had je moeder verteld? Mijn moeder heeft niks verteld. Die deed alleen heel veel dag. Nou, heb je enig idee? Wat gaan we doen, denk je? Nu zeg ik 3, 2, 1. Ik denk iets met treinen. Ja. Dat is logisch. Nou, dat Centraal. Zou wel voor de hand liggend zijn, inderdaad. Naar het Spoorwegmuseum. Nee, fout. Ja, iets veel vetters, coolers, gavers doen. Ja, wij gaan hier met de trein naar Londen! Yes! En morgen mogen we met de eerste directe trein van Londen naar Amsterdam. Met Eurostar. Ja! Hoe te gek is dat? Ja, dat is te gek natuurlijk. Ja, de trein gaat nu natuurlijk nog niet direct, dus we moeten even via Brussel met trein 9157. Ik wist het gewoon. Blij dat jij het wel bingo met ons houden. 9157. Laten we gaan. 9157. 9157. We gaan met de trein. Arjan, we gaan. Welke trein was het? 9175. Nee, 57. Ik ga naar Londen. Hij gaat naar Londen. We hebben geen tickets, hè? Dus we moeten even gewoon vragen. Gaat die wel mis? Gaat er mis? Straks mis ik de trein. Oké, dan kost het wel. Ik ben Anne en Arjan. Vandaag gaan wij met de trein naar Londen. Londen, ja. Ja, en waar ligt Londen? In Parijs. Zometeen stap ik misschien in de trein die niet veel is. Dat is voor mij de eerste keer. We moeten die van 48 naar Brussel. Zet midi. Oh, het duurt zo nog wel even. Dan komt hij aan, Arjan. Oh my god. What the... Kijk, we staan hier te wachten. Geen vaste plekken. Laten we iets leuks zoeken dan. Oh jongens, wat spannend! Ja, hier vier. We hebben hier vier stoelen. Kijk dit, hij heeft dus gewoon een NS-fluit. En hij klinkt ook echt als een NS. Over 4 uur dan zijn we in London City. London City. Maar deze stoelen, hè, die zitten me een partij fancy hoor. Lekker hè? Hey, vanochtend was jij zenuwachtig of niet? Ja, natuurlijk. Ja. Wat verwacht je als je in één keer een cameraploeg voor je krijgt? Nou, ik vond dat je nog best relaxed eigenlijk deed. Ja, nou, ik wist niet eens meer waar de marketing stond en waar de flightman stond. Nee, dat klopt. Dat duurde wel even. Je staat op, ik doe mijn ding en opeens zit je in zo'n trein. Maar Arjan, je hebt al wel een beetje verteld, weet je, waarom je van trein houdt. Ja. Maar vertel, waar is dat begonnen? Mijn grootopa, ja, die heeft ook altijd treinen gehad en natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog. Daar heb ik ook wel eens hele verhalen gehoord over het verzet, spoorwegstaking. Het mooie aan de trein vind ik gewoon ook
de kleuren als ik een trein zie, de techniek, dat je echt, ja, ik vind het gewoon, ja. Maar wil je dan niet ook gewoon conducteur worden? Ik ga nou een opleiding doen aan maatschappelijke zorg. Dat kan ook gewoon een leuke hobby blijven. Je krijgt in ieder geval heel veel geld terug als je het ooit gaat verkopen. Oh, je op een schaal van 1 tot 10, hoe leuk vind je het nu dat je in deze trein zit naar Londen? Nou, ik ben nog nooit in het buitenland geweest. Laat staan met de trein, dus dat is natuurlijk wel kicken. Heb je wel je paspoort bij je? ID-kaart. Nee, je moet je paspoort hebben. Oh, dan mag je er niet in. Nee. Dat is veranderd na de Brexit. Ja. Dan moet je een paspoort hebben. Echt. Dan moeten we terug, jongens. Oh, wat erg. Grapje. Nee, grapje. Je hebt wel goed gedaan, hè? Lekker aangevoeld. Ja. Hadden we niet voor Brexit. Weet je wat nu zo goed zou werken? Nou. Treinsabotage. Nou, ik denk het ook. Eerste stappen in het buitenland. Hey! Hij hoeft niet te schreeuwen. Ik wil even een Nederlands fluitje hier in België fluiten. Ja, kijk maar. Brussel. We gaan naar Sharon 2. Business class kaartjes. Wow. Wow. En dit is een betere koek dan die we net hadden, jongens. We hebben zelfs kleur. In Nederland heb ik zwart-wit. Ja. We zijn zojuist geprobeerd. Nu al? Geweldig. Ja, hè? Ja. Wat is Engeland toch geweldig, hè? Het is groot. Gewoon alles wat treinen mooi maakt, hebben ze hier gewoon. De mooie treinen. Ja, je overdrijft wel een beetje, maar fijn dat je zo enthousiast bent. Hey, wat wil je doen in Engeland? Want nu zijn we in Londen. Wat gaan we doen? Jij mag kiezen. Hoe heet die brug ook alweer? De Golden Bridge? Tower Bridge, maakt niet uit. We gaan naar de Tower Bridge. Ik heb wel echt de perfecte dag uitgekozen. Ja. Toch wel mooi hier, hè? Ja. Ik weet niet, Londen heb ik gewoon alles door. Alsof je er al jaren komt. Ja. Ja, dan weer terug. We hebben zelfs onze pakjes aangetrokken, speciaal voor jou. Privé-conductrices in de building. Uit mijn privé-collectie gehaald, prijszien. Ja, vandaag gaat natuurlijk de allereerste rit rechtstreeks naar Amsterdam. En wij willen alles natuurlijk testen. Ja, dus we gaan echt van achter naar voren die hele trein door. Het komt helemaal goed. Ja, we hebben allemaal leuke opdrachtjes en dingetjes en dangetjes. Je mag alles aanraken in ieder geval. Ja, maar dat wilde die graag. De trein is voor mij. Wat denken jullie ervan om eventjes te genieten van al deze luxe en een heerlijk croissantje op te gaan zoeken? Croissantje met chocola of zo? Even die testen. Ik heb genoeg ruimte om alles te testen. Dat is wel relaxed hoor, zo dat treinen. Dat is iets anders dan in Nederland. Oh mijn god, kijk de trein! Oh. To the Netherlands. En dat is Parijs, Parijs. Jongens, dat is de verkeerde. Oh, de trein! Oh, de trein! We moeten naar, vertel meid, Club 4, Coach 15. Ik zou wel met zo'n treintje willen werken hoor. Ja. Nou, we zijn gearriveerd. Ja, met u hier Arjan Schuring. Arjan Schuring. We hebben een speciale plek voor u geregeld, namelijk bij de business class. Ja, en dat is wel seat number 23. You can come in, Arjan. Nou. You can come in. Yes. Trein, dat is de plaats. Nou, wij gaan ook naar binnen. Oh, het voelt echt als mijn kind die ik naar binnen stuur. Ja, oh, hij is er nog. Oh. Oh, en we mogen trouwens, dat weet Arjan nog niet, misschien bij de machinist in de... Oh, hij is er, hij staat. Oh. We rijden echt. Ik dacht dat je... Hey! Ik zit hier ook echt te kijken of we niet goed bij ons pa zijn. Hoe komen die hier binnen? Ja, nog hallo! Hey.
Hey, maar Arjan, is het nou echt als treinfanaat echt een droom om te doen? Ja, ik heb nooit eigenlijk zo'n dromen gehad, omdat ik gewoon weet dat ik het toch nooit zou. Ja, nee, dat is echt zo. Ik zou dit soort dingen nooit kunnen doen eigenlijk. Ah, oh, lieverd. Oh, ik vind het ook echt eigenlijk super tof dat we dit dan voor jou kunnen doen. Ja. Zo jongens. Oh. Hey, als echte treinenliefhebber op de eerste trein naar Amsterdam, moet je wel even oefenen. Dus je moet even omgaan roepen, Arjan. Ja, dat kan je wel. Hier is het speakertje, ik weet niet of het mag, maar ik zou zeggen druk de knop in en doe het gewoon. Ja. Wij zijn conductrices, dus we mogen even vaststellen. Ja. Ladies and gentlemen, this is welkom to Eurostar. The next station is Amsterdam Central. Amsterdam Central. Woo! Hello ladies and gentlemen and welcome to the Eurostar. Hopefully you have a comfortable flight. Train ride. We from Coke TV NL, the Coke Frisch Chicks. Yes. Wish you a pleasant train ride. Right. Bye. Bye. Okay, so great. Woo! Spannend jongens. Het is jullie kunnen gaan. Yes. Helemaal voor. Hey Arjan, als je dit dan zo ziet, heb je dan niet zoiets van, oh, ik had dit moeten, dit wil ik ja, worden? Ja, natuurlijk, dit is wel mijn droom. Ik zie jou hier wel zitten hoor. Kijk nou wat gaaf dit is. Je ziet je snelheid sneller dan die modeltreintjes, hè? Ja. Nu ben ik zo'n klein poppetje van HHO, die dan in zo'n treintje zit. Ja, normaal zie je ze alleen van de buitenkant, hè? Ja. Wow. Nou, kijk nog één seconde. Ja. Bye. We zijn er. Ja, nu weet ik het wel. Kom erbij. Geef me hand. Kom erbij. Kijk uit voor het afstapje. Ja. Nou. Zo. Kijk nou, wat een drukte. Zesje hou ik je van. Dankjewel. Thanks. Nou Arjan, dat was hem dan. Ik denk dat we jou heel blij hebben gemaakt, hè? Ik heb echt de dag van mijn leven gehad. De 2 dagen van je leven. En je bent weer een hele ervaring rijker. Ja. Buitenland, directe rit, wat wil je nog meer? Business, ja. Precies. En wil jij nou ook graag zo'n leuke wens in vervulling laten komen of brengen of voor iemand doen? Zet dan even in de comments iets leuks of je van parachute springen houdt, dieren, weet ik veel. Gewoon doen. En doe vooral een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren en op die rode button te klikken. Ja! Nou, dus tot de volgende keer! Doei!